En nogmaals Puyol. Het is raak. 1-0 voor Spanje. Victor Puyol. Goal. 1-1. Schitterend doelpunt. Bovenlander. Oranje boven. Nou, dit is het moment. Voor bijvoorbeeld voor Lomans. Of gewoon voor Bovenlander. Bovenlander! Ongelooflijk, wat een harde klap. Kijk, dan let u op. Nu staat Lomans weer aan de andere kant. Dat kan ook betekenen dat hij op de keeper afloopt. Nee, hij mag het ook een keer proberen. Raak! 3-1! En Lomans bedolven. Het goud is binnen. 3 minuten 15 nog te spelen. En dit kan niet meer stuk. Zatiano, de redding van Jansen, die bekroont nog eens een geweldige vorm. Het is afgelopen, Nederland heeft goud. Nu besef ik zeker heel goed hoe mooi en hoe goed en hoe fantastisch het is dat wij die gouden medaille hebben gewonnen. En ga je nu zwevend door het leven? Nou, dat valt wel mee. Maar ja, ik kan mijn medaille toch elke dag ongeveer nog een beetje aanschouwen. Dus ik loop er vaak langs, want er ligt gewoon thuis ergens. En ja, dan zie je hem en dan denk je er toch ja, eigenlijk elke dag nog wel eventjes aan terug. Ja. Je maakt 2 doelpunten in de finale. Dat geeft natuurlijk helemaal een extra dimensie. Ja, het is altijd zo van... Het maakt niet uit wie de doelpunten maakt. Maar uiteindelijk, als je de doelpunten gemaakt hebt, is het voor jezelf natuurlijk altijd lekker dat je ze zelf gemaakt hebt. Maar als iemand anders had gemaakt, dat had mij uiteindelijk ook niet uitgemaakt. Het is het winnen uiteindelijk met z'n allen. Sta je dan anders op die bal te wachten? Nou, we zaten niet zo lekker in de wedstrijd. En ja, wat dat betreft zijn wij ervaren genoeg en ben ik in ieder geval ervaren genoeg nu om... te weten, ja, het is wel heel erg belangrijk eigenlijk. En vroeger schoot je gewoon die corner in. Dus wat dat betreft lag er wel ietsje meer druk bij mezelf dan jaren geleden. Want ja, dan wist je nog niet zoveel. En ja, je stond daar en je schoot zo hard mogelijk in de hoek en dan ging je er wel in. Dus wat dat betreft, nu besefte je wel van ja, dit kan ons in ieder geval over het dode punt heen halen. En ja, dan ben je blij dat je met al je ziel en zaligheid, zou ik maar zeggen, die bal uiteindelijk toch tegen die plank gaat schieten. Jullie hebben geen wedstrijd verloren. Nee. Dus dan, ja, dan verdien je het ook. Maar vooral de wedstrijd tegen Australië was belangrijk, hè? Ja, de wedstrijd van Australië was voor ons heel belangrijk. Omdat we daarvoor eigenlijk nog niet echt lekker in het toernooi zaten. We hebben de eerste wedstrijd wel gewonnen van Maleisië. Dat was een redelijke wedstrijd, niet bijzonder. Daarna gelijk spel tegen Groot-Brittannië. Nou, dan speelden we eigenlijk slecht en hadden we moeten winnen. En ja, tegen Australië eigenlijk was een beetje de ommekeer. Er kwamen twee keer achter en trokken twee keer gelijk en kwamen er nog voorbij zelfs. Dus wat dat betreft, ja, toen zijn we echt een team geworden dat echt wilde gaan vechten en echt voor die medailles en voor het goud wilde gaan. Ja, en een aantal spelers zijn natuurlijk al aan een feestje begonnen met die 2 seconden die daar nog op staan. Nou, daar is hij dan. Xavier Arnaud, de redding van Jansen, die bekroont nog eens een geweldige vorm. Het is afgelopen, Nederland heeft goud. En een complete ontlading, vooral bij die oude hockeyers die aan het einde van een internationale carrière staan. Natuurlijk, Nederland heeft altijd meegeteld bij het hockey. 2 maal zilver, 3 maal brons, maar dit is goud. Maar het is niet alleen na het fluitsignaal, maar het is ook de laatste 3-4 minuten. En dat is echt zoiets. Dat zijn echt, denk ik, tot nu toe nog wel de mooiste minuten. 3-1 voor, je weet dat het eigenlijk niet meer mis kan. Je loopt langs de spelers. En ja, de kleine signaaltjes zijn genoeg van ja, een klein beetje juichen achter iemands rug of even roepen, ja, het gaat lukken. En al die kleine dingen, dat maakt zo'n mooi gevoel. En zeker de laatste 4-5 minuten, dat blijft nog heel lang bij. En elke keer als je daar aan denkt, dan leeft dat weer helemaal. En dat waren echt de momenten van de gouden medaille. Hebben andere gouden medailles nog bepaalde gevoelens? Als ik
dan kijk je naar de volleybal als een teamsport. Dat was zeker een van de grote hoogtepunten. Bart Brentjes was natuurlijk ook een absoluut hoogtepunt omdat hij zo ver vooraan ligt. Maar ook de roeiers vooral, die zichzelf on-Nederlands de eerste positie hebben opgeëist van wij gaan wel winnen. En zelf in een absolute favoriete rol geplaatst hebben. En ik vind het knap als je dat doet en het uiteindelijk ook nog eerst zelfs nog een stukje achter gaat liggen in die finale. Terwijl je zelf heel goed weet van wij komen daar toch wel als eerst aan. Even nog de buitenwacht laten denken van misschien halen ze het uiteindelijk toch niet. En dan met zoveel klassen gewoon eroverheen gaan. Dat vind ik op zich een absolute mooie prestatie.